Welkom bij nog spellen, zo leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Click the Great Wall, uitgegeven door Jolly Dutch Productions. Dit is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je in 30 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel zijn wij toeristen en proberen we de beste plaatjes te schieten van de Chinese muur. En dat doen we door bepaalde onderdelen in onze foto te krijgen, zodat we daar punten mee kunnen gaan scoren. Degene die uiteindelijk de meeste punten weet te scoren, wordt de winnaar van Click. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er in het doosje zit. Het spel is bedacht door Vicky Troelbach en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. En de regels zelf zijn prima opgezet met voorbeelden, een reference op de achterkant en een duidelijke uitleg van de bijzondere situaties. Verder krijgen wij de diverse kaarten waarmee we het spel gaan spelen. Dat zijn de muurkaarten waarmee we dus de Chinese muur gaan maken en waarop verschillende gebeurtenissen te zien zijn. Er zitten rikscha's tussen die het weer vervelend maken voor ons. We krijgen de compositiekaarten en dat zijn de opdrachten voor de verschillende foto's die we willen gaan maken. En we krijgen de actiekaarten die ons helpen om de muur en het spel een beetje te beïnvloeden. Dat is wat we allemaal krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 3 spelers. Je schudt alle muurkaarten, je legt er 4 open, die vormen de huidige Chinese muur die we kunnen zien. En 3 die worden opengelegd en die vormen de markt. Dan heb je de 3 rikscha kaarten, die worden door deze stapel heen geschud. Je maakt van de resterende muurkaarten 3 stapels die ongeveer even groot zijn. En door elk van die schud je een rikscha kaart. En die leg je gesloten neer. Dan worden de 3 compositiekaarten neergelegd. Als daar een draak of een panda op zou staan, dan schud je hem terug door de stapel, net zo tot die er niet meer tussen zitten. Elke speler krijgt 2 compositiekaarten en 3 actiekaarten. En de resterende actiekaarten leggen we in een gesloten trekstapel. Je wijst willekeurig een startspeler aan en dan zijn we klaar om te gaan beginnen. Het doel is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk foto's te maken. En een foto kun je maken als je dus een composietkaart hebt, waarbij de symbolen die hierop staan overeenkomen met wat we echt op de muur zien. En daarbij mag je kiezen uit de compositiekaart die je zelf hebt of de 3 openliggende op tafel. Zodra deze 3 weg zijn, is het spel voorbij en gaan we naar de eindscore. Maar zo zet hem op. Laten we maar eens wat plaatjes gaan schieten. We beginnen met de startspeler en dan met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als een speler aan de beurt is, doorloopt hij 4 stapjes. Allereerst, als er een rikscha ligt, die ligt op een van de kaarten. We gaan er eventjes voor het voorbeeld eentje tevoorschijn halen. Dit moet je zien als vervelende toeristen die door jouw foto heen racen en dus gedeeltes blokkeren. Dus zij liggen op een kaart aan het begin van je beurt, rijden ze 1 kaartje verder. En de kaart waar ze op liggen, die blokkeren ze in zijn volledigheid. Dus daar kun je geen gebruik van maken als je een foto wilt schieten. Het tweede wat je gaat doen is, je gaat een kaart uit de markt kiezen. Een van de 3 openliggende kaarten of de gesloten bovenste kaart. En die plaats je links of rechts van de Chinese muur, waarbij de muur langer wordt. Nou, daar gaan we natuurlijk kijken van wat heb ik nodig. Even kijken. Ik heb meer torens en katjes nodig. Nou, ik heb hier nog een katje, dus ik ga bijvoorbeeld deze aan deze kant plaatsen. Daarna vul je de markt weer aan als je daar een kaart uitgehaald hebt. Het derde wat je gaat doen is, je gaat altijd 1 van je actiekaarten spelen. En die actiekaarten geef je de mogelijkheid om kaarten hier in deze muur te verplaatsen of aan toe te voegen of wat dan ook. Ik heb bijvoorbeeld een kaart die mij toestaat om 2 kaarten met elkaar om te wisselen. Dus ik zou bijvoorbeeld deze kaart en deze kaart met elkaar om kunnen wisselen, omdat me dat beter uitkomt. En afhankelijk van de hoeveelheid spelers, als je met z'n 3 bent, mag je daarna nog een 2e kaart spelen. En als je met 4 of meer bent, mag je zelfs 3 actiekaarten spelen als je aan de beurt bent. En het laatste wat je doet is, je vult je hand weer aan zodat je weer 3 actiekaarten hebt. Maar terwijl je dat aan het doen bent, is iedereen tegelijkertijd aan het kijken of er zich een compositie vormt waar zij mee kunnen scoren. En dat moet dus een compositie zijn overeenkomstig met de kaarten die zij in hun hand hebben. Mocht dat tevoorschijn komen, dan kan een speler onmiddellijk klik roepen en die set scoren. Alleen de actieve speler mag ook een foto maken
met een van de composities die hier ligt. Dus ik ben nu de actieve speler. Dus ik zou klik kunnen roepen en ik zou deze foto kunnen maken, want die ligt er op dit moment. Ik heb daarvoor nodig een katje en ik heb een toren nodig. Die liggen er in de juiste volgorde. Dus ik kan deze maken. De kaarten die gebruikt zijn voor de foto gaan naar de aflegstapel. De rest schuift weer tegen elkaar aan. En deze kaart leg je op je overwinningsstapel bij je neer. De compositiekaarten in het midden worden niet aangevuld. Zou je een foto hebben gemaakt uit je hand, dan pak je weer een nieuwe kaart. Dus dat is iets belangrijks om te weten. Iedereen is tegelijkertijd aan het kijken van ligt het op een gegeven moment op zo'n manier dat ik een foto kan maken. En dat hoeft dus niet per se tijdens je eigen beurt. Alleen deze algemene kaarten kun je alleen maar scoren als jij aan de beurt bent. Daarnaast moet een actie wel eerst helemaal afgehandeld zijn voordat je klik mag roepen. Maar dat is hoe de beurt van een speler uitziet. Dan gaat de volgende speler, die verplaatst eventueel de riksja. Als de riksja op de laatste kaart staat, dan rijden ze weg en gaan ze naar de aflegstapel. Daarna gaat er weer een muurstuk bij. Je gaat een actiekaart spelen of meerdere. En dan vul je je hand weer aan. En onderwijl proberen we allemaal foto's te schieten. Nou, zodra de laatste compositiekaarten uit het midden veroverd zijn, is het spel onmiddellijk voorbij. Alternatief, als de laatste compositiekaart van de trekstapel gepakt wordt, is het spel ook afgelopen. Als dat gebeurt, zijn alle spelers nog één keer aan de beurt en daarna gaan we naar de eindscore. Voordat we gaan doen, er is nog één bijzonder iets. Dat zijn de draken. Alle andere onderdelen van de Chinese muur, daar maakt het niet uit hoe die liggen, in welke volgorde, op welke positie. Maar als je een draak wil fotograferen, dan moet de draak wel kloppen. Dat betekent dat de draak altijd een kop moet hebben en een staart. Wil je er een foto van kunnen maken. De lengte daarvan is niet zo belangrijk. Dit mag ook een draak zijn, maar dit is ook een draak. Maar je kunt niet een foto van een draak maken als dat verkeerd om ligt. Want ja, zo zien draken er niet uit. Dat is wel een grappige foto, maar daar kun je niet mee scoren. Dus dat is belangrijk nog even om te weten van de draken. De panda's zijn de andere zeldzame beestjes, maar die zitten gewoon in hun eentje of met de familie op een enkel stuk. Dus daarbij maakt de volgorde niet meer uit. Maar zodra het spel afgelopen is, gaan de spelers kijken naar alle composities die ze voltooid hebben. Daar staan onderaan punten op vermeld, die tel je bij elkaar op. En degene met de meeste punten is de winnaar. Mocht er een gelijk spel zijn, dan wordt er gekeken wie de meeste foto's heeft gemaakt. Dus dan is het aantal kaartjes wat je hebt verzameld belangrijk. En op die manier wordt Click the Great Wall gespeeld. Click is een vermakelijk kaartspelletje met een leuke interactie. Aan de ene kant ben je natuurlijk voor jezelf bepaalde gedeeltes van de muur aan het neerleggen. En ik ben nog vergeten te zeggen, de torens, de groene kaarten, die mogen niet verplaatst worden. Dus als die ergens op de muur liggen, dan blijven die daar liggen. Dan kun je wel dingen omheen verschuiven, maar een toren kan niet verplaatst worden. En terwijl je middels je acties en de kaarten die in het aanbod liggen probeert om de juiste compositie te krijgen voor jouw foto, zijn andere mensen natuurlijk ook aan het azen van oké, ligt er een combinatie waar ik een foto van kan maken. Dus elke keer als je iets verplaatst en je kunt er niet meteen mee scoren, of zelfs als je wel kan scoren, loop je het potentieel risico dat iemand anders klik roept, net wat sneller dan dat jij dat doet, en dus een foto maakt, een gedeelte van jouw zorgvuldig geplande werk uit de muur vreet en er met punten vandoor gaat. En dat is een grappig element, een leuke strijd waardoor iedereen gefocust is op het spel en betrokken is met wat er gebeurt. Ik vind zelf het artwork erg tof gedaan. Dat spreekt heel erg tot de verbeelding. Het is vrolijk, kleurrijk en het ziet er erg leuk uit. En ik vind ook het idee van de vervelende toeristen in de riksja die over de muur komen denderen en dus allemaal onderdelen blokkeren, een grappig element. En dat voegt ook een stukje memory toe van oké, wat lag er ook weer onder? En als die vrijkomt, oh ja, dat was klik. En dan kun je misschien nog snel een foto maken op dat moment. De verschillende actiekaarten bieden een veelvoud aan mogelijkheden. Verplaatsen binnen de muur, 1 of 2 stapjes. Een kaart uit de aflegstapel weer in de muur schuiven. De markt verversen, iets op handen nemen. Nou, van alles om het spel te manipuleren. En doordat je met elkaar, met z'n allen aan het strijden bent, is dit een spel wat lekker wegspeelt. Het enigste zwakkere punt is de geluksfactor. Het kan soms gebeuren dat niemand foto's kan maken en de bewegingen die je doet eigenlijk niet zoveel invloed hebben, omdat bepaalde opdrachten specifieke kaarten vereisen die even niet naar boven komen.
aan de andere kant gaat het zo snel dat ik dat niet als storend heb ervaren. En dat alles bij elkaar maakt Click the Great Wall. Wat mij betreft gewoon tot een vermakelijk interactief kaartspelletje wat er heel fraai uitziet. Het is gemakkelijk om te spelen. De keuzes die je maakt zijn natuurlijk voor jezelf belangrijk. Maar is ook iets waar alle andere spelers met argusogen naar aan het kijken zijn. In de hoop dat zij net voor jouw neus weg iets kunnen kapen. En dat vermengd met een sprenkel geluk maakt dat dit spel gewoon goed in elkaar zit en lekker wegspeelt. En daarom een 7'tje heeft gekregen. Spellenzolder.